Het is weer weekend, dus blikken we terug op wat er afgelopen week allemaal op de radio gebeurd is. We hadden onder andere een interview met Beer, we hadden het over carbonkel en over het krijgen van mandarijntjes met Sint Maarten. Ja, dat was altijd zo'n tegenvaller. Nou ja, blijf in ieder geval lekker kijken. Vroeger toen ik in groep 3 zat, werd er wekelijks een televisie het lokaal ingereden en dan was het voor mij... Kijk eens uit het raam, daar komt hij. Nee, hou je mond. Ik schrik hier oprecht. Want nou, het was echt de grote hel voor mij. En jij zit te lachen, maar jij vindt het ook ik doodeng. Ik vond het ook heel eng, maar dit is heel grappig dat er nu gewoon buiten een televisie rijdt. Wat? Daar moest ik om lachen. Er reed buiten een televisie. Op... Oh, echt? Ja! Oh. Ja, daar moest ik heel hard lachen. Er rijdt, oh, ik denk, je zit te grappen alsof carbonkel daar staat. Er rijdt inderdaad voor de mensen die alleen luisteren een televisie voorbij. Die komt nu het schoolgebouw ingereden. Gaan we nu luisteren naar Amy Winehouse met Rehab. Lekker nummertje. Lekker nummertje. Ik zat gisteren een video te kijken. Zelfs de koffiebonen van een bepaalde YouTuber werden gesponsord. Toen dacht ik echt, waar gaan we heen met de wereld? De nou, koffiebonen. Ja, alles wordt gesponsord. Daar gaan we heen met de wereld. Ja. Echt, hou op hoor. Ik heb het ook al een tijdje gespeeld. Ik heb nog geen cent uit kunnen geven. En dan gewonnen iets? In het begin krijg je nog wel eens van die gratis lootboxes. En daarin zat een karakter waar... misschien een beetje lullig voor sommige mensen, maar daar staat het allerpopulairste karakter in. In een gratis lootbox. En daar heb ik dus laatst een video van gezien. Daar heeft iemand $15.000 aan besteed om dat karakter vrij te kunnen spelen. Hey, die kreeg jij gratis. En ik had hem gratis, ja. Dus ik was daar toch wel heel erg blij mee. Ik lag me helemaal kapot. Ja, dus... Ik snap wel dat de kansspelautoriteit dit wel echt een gokspel vindt dan, op die manier. Zoals jij dat nu uitlegt. Kan jij je karakter doorverkopen? Nee, maar het is wel zo dat accounts kunnen worden doorverkocht. Dus misschien dat ik er nog even snel geld mee kan verdienen. Weet je wat? Je brengt me op een fucking goed idee. Ja. Dit ga ik doen. Ik zou niet op de radio zeggen. Oh, nou, een slecht idee hoor, Mike. Ja. Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Maar hoe heet het spel nog een keer? Genshin Impact. Genshin Impact. En kijk zoveel Marktplaats, want daar staat mijn account te koop. Ja, voor €15.000. Het is bij mij allemaal best wel soepel gegaan, weet je wel. Maar dat is bij niet iedereen zo. Dus ik dacht van, nou... Laat ik iets posten op mijn Instagram om toch mensen een beetje een hart onder de riem te steken. Dat heb ik toen gedaan. Nou, heel veel mensen zagen dat filmpje en ik kwam op allemaal grote platforms en zo. En dat heeft denk ik heel veel mensen wel geholpen. En daarna werd ik benaderd door de School van Journalistiek door een van de studenten om een artikel te schrijven hierover. Tof. En toen had ik zoiets van, ja, mooi. Nou ja, en jij merkt ook, want als we dan even koppelen weer aan nu de uitspraak van Arie Slob... dat er toen ook heel veel mensen die dus oké zijn... en misschien waren die nog niet uit de kast, die jou benaderen. Ik heb best wel veel mensen die nog niet uit de kast zijn gekomen. Ik heb toevallig vorige week een jongen die ik al best wel lang zeg maar helpt ermee... die is net vorige week uit de kast gekomen. Dus dat is zo leuk om ook echt daadwerkelijk mensen te helpen. Dat is wel heel fijn. Volgende vraag. We zien 13 als ongeluksgetal, maar in China zien ze een ander getal als ongeluksgetal. Wat denk je dat het is? Is dat antwoord A, is dat nummer 1? Is dat antwoord B, nummer 4? Is dat antwoord C, nummer 12? Of antwoord D, nummer 13? Ze denken ook dat 13, daar geloven ze ook in. Wat denk je? Ja. Is het 1, 4, 12 of 13? Wat is het ongeluksgetal in China? Ik zit even te denken gewoon 13. Gewoon 13? Gewoon 13? Nee. Het is antwoord... het is 4. Ze geloven 4? Dat 4 een ongeluksgetal is in China. Ja, dat is maar bijzonder. Dat was niet een van de opties? Jawel. Ik zei 1, 4. 1, 4, ik had 4 helemaal niet gehoord. Of 13. Ja, dan moet je echt beter luisteren. Het is een quiz en je moet goed die antwoorden focussen, SB. Hier gaat het al helemaal de fout in. Maar nu eerst hoor je muziek. Dit is... 24K Golden met Mood op Radio Salto. Oh! Volgende vraag, laatste vraag. Even kijken of je echt zo goed bent in Frans. Kun je even voor mij 8 croissantjes en een fles wijn bestellen? Maar oh mijn god. Maar ik weet niet wat bestellen is. Ik doe al kopen. Je voudrais acheter... 8 croissantjes? 4. Nee. Oh nee, dat is 4. Wacht, ik wil een herkansing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7... Wiet. Ja, croissant. Heel goed. Vino? Wat is wijn eigenlijk? Ja, Vin. Bottle de vino. Nou, heel goed hoor. Mijn docent van de middelbare. Die kan trots op jou zijn. Mevrouw Nieuwland bij deze.
Nou, het was dus vandaag de dag van de Franse taal. Dus vandaar dat deze quiz er even in zat. Maar echt supergoed gedaan. Heb jij vandaag iemand een complimentje gegeven? Of iets wat aardigs tegen iemand gezegd? Nee. Nee? Ik zat wel in de metro, of in de tram. En ik zag iemand en ik dacht... Oh, jij ziet er echt goed uit. Je hebt echt zo'n hele mooie stijl en zo. Nou. Maar ik durfde het niet te zeggen. Want dat vind ik dan altijd zo awkward om op iemand af te stappen. Nee, of zo. Vandaag was de perfecte dag geweest om dat te zeggen. Weet je waarom? Het is vandaag... Wereldvriendelijkheidsdag. Oh. Dus vandaag moet je vriendelijk zijn tegen iedereen. Complimentjes uitdelen. Dus dit was het perfecte moment geweest om dat even te doen. Nou, dat doe ik het nu. Je bent echt lekker bezig vandaag. Ah, thanks, dankjewel. En jouw uitzending ging ook zo goed. Thanks. Nou, hoppatee. Wij hebben de dosis weer binnen voor vandaag. Gemeente Amsterdam adviseert spruitjes uit te delen dit jaar in plaats van snoep. Omdat je het nu toch zelf in hand hebt, kun je kinderen net zo goed iets gezonds geven. Nou, sorry, dit vind ik al helemaal zielig. Mogen die kinderen niet eens Sint Maarten vieren, krijgen ze ook nog spruiten. Ja, er zijn inderdaad ook heel veel rare reacties opgekomen. Ja. En ik citeer even de gemeente Amsterdam. De vieringen rondom het Sint Maartenfeest vergen dit jaar een beetje meer creativiteit dan dat we gewend zijn. De spruitjes waren inderdaad een advies met een knipoog. Maar helaas werd dat niet door iedereen zo opgevat. Ja. Ik vond het vroeger al heftig. Als ik een mandarijn kreeg, ja. Dan ging je daar zo staan met die lampje en dan dacht je, yes, daar gaan we. Ding dong. Nou, zingen. Zo van, oh, zou dit een chocoladereep zijn of een kauwgombal? Alsjeblieft. Nee, mandarijn. Ja, echt gewoon teleurstelling ten top. En zo doorgaan met het weer? Yes. Les jij hem op, Vic? Moet jij... Hebben we nog woord voor woord doen. Ja, oké. Okay. Maandag zijn er na het oplossen van plaatselijke mistperioden met zon. De neerslagkans is klein. Dit is heel vervelend. Oké.